Naast mij zit Steven van der Hoeven. Hij heeft zijn eerste boek geschreven, Je ogen verraden je. Het komt deze week uit en je zult er ongetwijfeld veel over horen. Want Steven beschrijft in dit boek iets waar de meeste mensen die het overkomt liever hun mond over houden. Tussen zijn 12e en zijn 15e jaar werd Steven misbruikt door zijn pedoseksuele voetbaltrainer. Dat had traumatische gevolgen, maar die heeft hij overwonnen. Hij heeft de regie over zijn eigen leven weten terug te pakken. En daarover praten wij hier op TEDx. In het Nederlands dus, Steven, op jouw uitdrukkelijk verzoek. Waarom eigenlijk? Vanaf de start van het misbruik heeft dat 10 jaar lang mijn leven beheerst. Persoonlijke ontwikkeling is stil komen te liggen. Ik ben nog wel begonnen op het gymnasium, alleen school, dat werd totaal onbelangrijk. Dus ja, mijn Engels is gewoon niet sterk genoeg. Je bent uiteindelijk beland op de HAVO. Ja, dat heb ik nog wel afgemaakt, maar daar is het ook vooralsnog bij gebleven. Dat je hier überhaupt op toneel zit, kunnen we al wel een doorbraak noemen, hè? Ja, nou, dat misbruik dat is wel jarenlang met schaamte omgeven geweest, waardoor ik wil dat verborgen houden. En dat gaat het makkelijkst als je zelf onzichtbaar bent. Dus de laatste keer dat ik in het openbaar sprak, dat was in groep 8 een spreekbeurt over het oude Egypte. Dus ja, Nieuwe Luxor is een aardige plek om dat de draad erop te pakken. Het is een aardig begin om in de openbaarheid te gaan. Als ik jouw boek lees en het leest als een trein, als ik het lees, dan zie ik nergens dat jij gedwongen werd tot dit contact met die voetbaltrainer. Toch heb jij het over misbruik. Waarom? Misbruik, dat betekent niet dat je van de een op de andere dag achter een boom getrokken wordt of zo. Vaak zelfs niet, denk ik. Er is ook in mijn geval een proces van jaren aan vooraf gegaan waarin die voetbaltrainer me manipuleerde, probeerde in te palmen. Dat deed hij met... als ik hem op de voetbalclub zag, dan gaf hij me altijd iets te eten, wat te drinken. De eerste keer dat ik naar Feyenoord ging, dat was met hem. Dus ja, hij was gewoon een hele toffe trainer. En op die manier gaf hij mij het gevoel dat ik bijzonder was. En toen begon hij je thuis uit te nodigen? Ja, toen ik naar de middelbare school ging, kwam ik ook bij hem thuis. En de eerste keer keken we dan naar politieserie, had hij opgenomen voor me. En een week later was dat seks voor de boeg. Nou ja, ik was 12, dus dat sloeg wel aan. Maar weer een week later zat er per ongeluk een pornoband in zijn recorder. Hij heeft het alles stap voor stap opgebouwd. Daar is een term voor grooming. Nou, dat wil ik inzichtelijk maken met het boek. Ja, je hebt eigenlijk het boek gaat eigenlijk helemaal over het verleidingsproces. Hè? Ja. Je hebt ook een heel expliciet boek daarover geschreven. Geen seksueel detail wordt achterwege gelaten. Dat klopt. Waarom heb je dat zo gedaan? Twee redenen. Ik wilde het misbruik minder lelijk maken dan het is. En ten tweede, als ik het nu verhullend op zou schrijven, dan zou ik teruggaan naar de schaamte en de geheimzinnigheid van destijds. Dat wil ik absoluut niet. Je hebt de regie over je eigen leven teruggepakt. Hoe heb je dat gedaan? Dat misbruik dat kwam uit, dat eindigde op mijn 15e. Toen heb ik aangegeven dat ik er absoluut niet over wilde praten. Nou, dat heb ik 5, 6 jaar volgehouden. In die 5, 6 jaar zag ik ook een documentaire over 3 oude mannen met dezelfde geschiedenis als ik. En die lagen totaal overhoop met zichzelf nog. Die hadden er nooit over durven praten. Nee, zaten in de knoop. En dat wilde ik absoluut niet. Dus dat was wel echt een schrikbeeld. En dat motiveerde enorm om zelf weer de leiding te nemen. En therapie heeft daar heel goed bij geholpen. En dat heeft je ook weer in contact gebracht met je familie, hè? Ja, want ook met hun kon ik er niet over spreken. En dat was soms heel pijnlijk. Niet omdat ze dat niet wilden, maar jij wilde er niet over praten. Zij precies. Vonden het moeilijk. En dat groeide zo. Ja. Dat, op een gegeven moment werd er ook niet meer over gepraat. En in die therapie kon ik eigenlijk voor het eerst woorden geven aan wat er gebeurd was, maar ook aan de gevoelens omheen. En dat was ook op een gegeven moment met mijn ouders en 2 zussen en een broer waren daarbij. En, een van mijn zussen begon toen te huilen en dat deed ze om mij. En dat is wel een van de mooiste momenten van mijn leven, want die middag had ik mijn familie terug. Ook in je werkzame leven heb je de regie teruggepakt. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb jarenlang een veilige baan gehad bij Nationaal Nederland Administratief. Lekker onzichtbaar. Onzichtbaar, maar ik wist ook wat ik meer kon. En op een gegeven moment vroeg mijn zus heel veel, als je nou 1 keer geen rekening houdt met belemmering en angst uit je verleden, wat wil je dan
het liefste. Nou ja, dat, destijds kon er maar één kant op gaan en dat was schrijven over Feyenoord. En dat werd ook een plannetje en dat was heel gek, want dat was de eerste keer in 10 jaar tijd dat ik weer plannen voor de toekomst maakte. Ik trok er 5 jaar vooruit, maar 10 maanden later trad ik een vaste dienst bij de club. Dus. En daar werk je nu? Daar werk ik nu nog steeds, ja. Hoe zit het met intimiteit? Veel slachtoffers van pedoseksuelen vragen zich logischerwijze af of ze misschien homoseksueel zijn. Hoe was dat bij jou? Die vraag heeft me ook gespeeld, maar ik kwam er wel vrij snel achter dat het voor mij niet gold. Alleen intimiteit, daar is wel de meeste schade aan gericht. Dus dat was ook het moeilijkste terrein om zelf weer de leiding te nemen. Ik ben jarenlang letterlijk en figuurlijk weggelopen voor vrouwen. Als ik kan me een moment hier tijdens de stap in Rotterdam herinneren dat er een wildveemeisje, die stond naast me en we keken elkaar aan en zij vroeg, ben je bang voor me? Ben je bang voor vrouwen? Nou ja, ze had gelijk. Maar ja, ook dat ben ik wel aangegaan en dat is wel een worsteling geweest. Maar een paar jaar geleden tijdens vakantie in Boedapest, ver weg, dus ook lekker veilig, voor het eerst geslapen met een vrouw. En ik ben altijd bang geweest dat ik geconfronteerd zou worden met vervelende beelden uit het verleden. Maar daar bleek helemaal niets van waar. Dus eenmaal terug in Nederland was er wel enige ruimte om te experimenteren, ja. Goed zo. Als er een tweede boek komt, dan gaat het daar ook. Ah, oké. Okay. Ja. Waarom heb je dit boek eigenlijk geschreven? Als een soort therapie? Nee, dat had ik toen ik begon met schrijven al achter de rug. Het was voor mij gewoon duidelijk hoe kut het ook is geweest. Ik moet dit een keer opschrijven. Ik moet eruit. En daarnaast, bij het schrijven heb ik wel heel sterk in mijn achterhoofd gehouden. Steeds, ik wil dat inpalmen, die grooming, dat wil ik laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Omdat dat lees je nooit terug bij in die krantenberichten die elke dag over dit onderwerp verschijnen. Ja, ook omdat je door dat te beschrijven misschien anderen daarmee kunt helpen. Ja, dat denk ik wel. En ik ben ook wel blij dat ik kan zeggen dat ik de kans groot is dat ik gastdocent ga worden bij de politieacademie om over dit thema met CD-rechercheurs te praten. Geweldig. Ja. Zit er in wat jij hebt meegemaakt nog een soort bredere boodschap die je hier met deze zaal kunt delen? Ja, ik heb denk niet voor niets voor Resilience or Lead the Future gekozen. Weet je, hoe groot het persoonlijk trauma ook is, wat je hebt meegemaakt, hoe kut het ook is geweest, je kan de leiding terugnemen. Volgens mij moet je gewoon veerkracht tonen. Het is belangrijk dat je eerst ruimte geeft aan je verdriet, de woorden aangeeft, praat erover. Dat is voor mij heel belangrijk geweest. Maar daarna moet je de strijd aan met je angsten en belemmeringen. En ja, win. En dan kun je heel ver komen en het tot het podium van het Luxor schoppen. Ja. Steven, dank je wel. Gefeliciteerd met jouw boek, met je persoonlijke overwinning. Succes met het volgende boek. Zijn boek Je Ogen Verraden Je is te koop hier beneden in de garderobe, geloof ik. Hè? Dankjewel. Steven van der Hoeven.